Het IMF is opgericht en bestaat alleen voor het geven van het soort van leningen dat we nu vragen. In 2009 heeft de nu frontregering ook niet geprotesteerd toen ze van het IMF ongeveer $125 miljoen heeft gekregen in special drawing rights. Dit is te lezen in artikel 4 van het consultation rapport van IMF van 2009. Dit is onprofessioneel en politiek gedoe dat een serieuze technische discussie over het regeringsbeleid onmogelijk wil maken. Is het de eerste keer dat het IMF een lening aan Suriname heeft verstrekt of een schenking heeft gedaan of hoe je het wil noemen? Is het de eerste keer? Yes, it's the first time. This is the first IMF supported program implemented in Suriname. Ik wil hieraan toevoegen dat in de aftermath van de crisis van 2008 een allocatie van SDR heeft plaatsgevonden naar de landen toe. En Suriname heeft daarvoor zonder enige condities $125 miljoen als tegenwaarde ontvangen. Dat heeft onze reserves dus in 2009 behoorlijk opgekrikt. The general allocation that happened in 2009, to which the minister referred to, was not a general allocation just only for Suriname, but it was a general allocation for the whole membership. And this was in response to the global crisis, and one of the response tools was to increase liquidity, and that was part of the goal with the general increase in SDR allocations for all members of the IMF, not only Suriname, but all the members. Er is zo net gesteld dus dat we eerder geen hulp hebben gehad, maar het was een schenking in 2009 aan Suriname van $125 miljoen. Toen waren er geen condities, nu zijn er wel condities. Waarom waren er toen geen condities? Every country has at the IMF its own money, basically. And so that's part of the international reserves of Suriname. And you know, right now there's about $50 million left there. But the point is that that's already counted in the reserves. What's the difference between that and the support that's coming now? Support that's coming now is $478 million. And that is coming from the other countries. They are lending this to Suriname. So the difference between the own reserves and the lending.